Hoofdstuk 6. Het tafelplan. In dit hoofdstuk verkennen we de hoeksteen van Jerisenko. Het tafelplan. Het tafelplan is precies wat het zegt. Een kaart van je zaak en al je tafels. En het is volledig interactief. Het opent op de huidige dienst, maar je kunt snel naar andere dagen en services gaan bovenaan het scherm. Pas het tafelplan aan je eigen workflow aan. Zie je de roos? Het brengt je meteen naar de volgende service met reserveringen. En het oogsymbool? Hiermee schakel je om naar de reserveringslijst voor de open dienst. Met het lage pictogram schakel je tussen de zones of rangschik je ze naast elkaar voor een compleet overzicht. Kleuren spreken hier boekdelen. Groen betekent beschikbaar, rood betekent gereserveerd en geel betekent in gebruik, zodat je meteen inzicht hebt in de status van elke tafel. De reserveringslijst volgt deze kleuren ook en geeft een duidelijk overzicht. Als je op de status van een gast klikt, doorloop je zijn bezoek. Gereserveerd, aan tafel en uit het restaurant. Wijzigingen aanbrengen is een fluitje van een cent. Klik op een reservering om deze aan te passen, van tafel te wisselen of als no-show te markeren. Alles wat je nodig hebt is binnen handbereik. Om handmatig een nieuwe reservering toe te voegen in het tafelplan, klik je op het plusteken, een vrije tafel of een tijdslot bovenaan. Snel en eenvoudig. Tot slot is er de receptiemodus, die je opent door op de bel te klikken. Hier klik je op een willekeurige tafel om een gast zonder reservering toe te voegen. Zo is elke gast opgenomen in je overzicht. Met zo'n visuele manier van werken ben je binnen de kortste keren gewend aan het tafelplan. Als volgende bekijken we samen de reserveringslijst.